In het zicht van het 10-jarig bestaan heeft de voedselbank het moeilijk. Het klantenbestand is met 20% gestegen, maar de financiële middelen om de exploitatie te kunnen betalen nemen af. Nou, met de voedselbank op zich, qua producten gaat het uitstekend, moeten we zeggen. We krijgen genoeg binnen om de mensen van een goed pakket te voorzien. Alleen financieel ja, loopt het wat minder goed. We zijn volledig afhankelijk van de giften van particulieren, maar ook van bedrijven en instellingen. En die laatste twee, dat is wat minder aan het worden. We staan niet meer bovenaan de lijst als zijnde goede doelen. Met name in onze exploitatie. Hè. We zijn bijna 20.000 euro per jaar kwijt aan de auto's en noem het maar op. Energie ook een aantal duizend euro's. Gelukkig hebben we het gebouw om niet van de woningstichting. Dus dat loopt wel los. Maar om elk krat uit te geven moeten we ongeveer 3,5 tot 4 euro kosten maken. En we geven ruim 10.000 pakketten uit. Dus kun je nagaan dat wij tussen de 35.000 en 40.000 euro aan directe kosten hebben. Nou, we zijn op dit moment aangeland op zo'n 220 klanten per week. Dat is dus weer een kleine stijging. Dat is zeker een stijging. Vorig jaar zaten we gemiddeld op 180, 185. Dus er is bijna 20% stijging bij. Ja. De economie trekt aan, zeggen ze, maar hier trekt het ook aan. Ja, het kan wel aantrekken in bepaalde sectoren. Maar in sectoren waar wij ook heel veel mensen in terecht krijgen, dus mensen die laaggeletterd zijn, een basisopleiding hebben gehad, die hebben het hier nog steeds heel moeilijk. En die komen er bijna niet uit. Dus geld, puur geld moet er komen. Wij hebben absoluut extra geld nodig om de boel draaiende te houden. Anders is het voor ons heel moeilijk om ons 10-jarig jubileum te kunnen gaan vieren. Nou ja, vieren. We bestaan 10 jaar door alle omstandigheden heen. De Almeloze atletiekvereniging SISU opent het seizoen met het gouden predicaat voor een gezonde kantine. Het gouden certificaat van het voedingscentrum. En dan als eerste atletiekvereniging hopen wij dat van Nederland te kunnen behalen. Ja. Nou, eigenlijk is het vooral gewoon een heel mooi certificaat als blijk van waardering voor wat we allemaal hebben gedaan. Om gewoon de mensen die hier komen, de atleten, de ouders, de bezoekers, een betere keuze te geven binnen het assortiment. Dus een portie bitterballen wil niet meer? Nee, een portie bitterballen wil niet meer, nee. Nou, we hebben veel meer andere producten, nog gezondere producten en waarschijnlijk ook nog veel lekkerder producten, die we ook mooi hebben uitgestald. Dus dat moet de portie bitterballen goed vervangen. We hebben een enquête gehouden onder de leden om te vragen wat ze vinden van het huidige aanbod en wat ze dan liever willen. Er werd eigenlijk met geen woord gerept over de frituurpan, dus dat is positief. En we hebben ook een broodje van de maand, een broodje van de wedstrijd als optie. Dus degene die wij als lekkerste broodje verkiezen, komt dan ook in de wedstrijd terecht. Als een soort stimulans voor de leden, om het zo lekker mogelijk te maken. Dus op zich zijn ze heel tevreden. En ook vooral ouders voor hun kinderen, dat er nu een veel gezonder aanbod is. De openingwedstrijd aangegrepen eigenlijk om onze nieuwe gezonde sportkantine te tonen aan eigenlijk alle leden en alle deelnemers die meedoen. Dus vandaag hebben we de screening gehad van Team Fit. Dus als het goed is, krijgen wij de gouden certificaat voor gezonde sportkantine. Springen, hoogspringen, kogel, balwerpen, 40 meter, 600, 1000, eigenlijk alle onderdelen komen wel voorbij. Dus we beginnen met de mini-pupillen, 6 jaar, en dan tot en met de CD-junioren, dus dat is 15, 16 jaar. Hoe zit het met het ledenaantal? Bevalt dat? Kan beter. We hebben een grote groei gehad met de jeugd. Je ziet nou dat bij de senioren wat verloop is. Het is natuurlijk, tegenwoordig kun je eigenlijk op elke hoek van de straat wel aansluiten bij een groepje. Dus we zijn nu heel hard inzetten om clinics te organiseren. In juli beginnen we ook weer met The Way to Allee. Dus eigenlijk de clinic na de Almelo Allee die we als CCU ook organiseren. Eén keer derde en drie keer eerste. Verspringen, sprinten en 600 meter. Van de minis was ik eerste. Oké.
Hartstikke goed. Krijg je nog een prijsje straks? Ja, dat gaat mijn oom geven. De middeleeuwen herleefden donderdag in het Beekluspark. Kinderen van groep 5 en 6 van alle basisscholen in de wijken Nieuwstraatkwartier en Ossekoplerhoek leerden in beeld en ook metterdaad kanten van het leven in lang vervlogen tijden. Boogschieten, zwaardvechten, een spellencircuit, een fotoshoot bij de schandpaal, een roofvogeldemonstratie en als klap op de vuurpijl een vuurspuwshow. Ik vind het wel heel erg leuk. Ja. Ja, wat heb je allemaal gezien? We hebben heel veel vogels gezien. Ja. En we hebben pijn en boog gedaan. Oké. Okay. Ja, we hebben pijn en boogschieten gedaan. En we vonden het heel erg leuk. Ja. Mooi voor de zin, maar mag ook niet, want dan wordt het te dik. Dus dat doe je nog een keer stoppen. Ja. Wat heb je dan precies gedaan? Gewoon op het paard gereden. Ja, eten geven. Ja. En wat nog meer? Ja, ik heb rennen. Nog niet echt een keer gedaan. Ja, maar ja, en ook echt rijden. Op maar ik ben nog wel een keer op een pony gereden bij Slaghaal. Ja. Ik ga daarin. Dat is mijn stel. En jij bent de grapjas en er moet niet over. Jongens, dit is een vechtjas. Die zijn volgemaakt, zijn hele dikke jassen en ze zijn volgemaakt met paardenhaar en met schapenwol. Dat is toch leuk. Ja. Het is een bijzonder moment voor het Jeugdfonds. Hier zit Frans Schonemark en Frans is de nieuwe voorzitter van het Jeugdfonds. Want de reglementaire opvolging is zo dat ik noodgedwongen afscheid moet nemen van dit mooie fonds. En dat Frans hier met frisse moed aan dit gezelschap verder leiding geeft. Ik heb het ook geprobeerd, het is mij nooit gelukt, maar kijk maar. Maar het gaat hem lukken. Wat kunnen we je nou aanbieden? Zodat je als kind in die basisschoolleeftijd, wanneer je graag mee wilt doen met anderen, ook gewoon je vriendjes en vriendinnetjes kunt uitnodigen. Want als jij uitnodigt, is de kans groot dat jij ook weer uitgenodigd wordt. Nou, jullie kennen het ongetwijfeld allemaal uit eigen observaties. Die kinderen, die worden dus geholpen met de stichting Verjaardag in de Maak. Nou, ook hierbij proberen we zoveel mogelijk een onvergetelijke verjaardag te creëren. Ook weer op het meedoen. Meedoen, meedoen, meedoen. Kinderen in Almelo moeten allemaal meedoen. Dat doen we belangeloos. We hebben in het Jeugdfonds Almelo, in al die verschillende hoeken, hebben we met het hele budget wat net genoemd werd, wat op dit moment toch ook wel op een 2 ton zit, wat eigenlijk alleen maar omhoog gaat, ook door de inzet van de gemeente Almelo, waar we heel blij mee zijn. Daar komen de zogenaamde kleinsmaakgelden, die worden daar voor een groot deel ingezet in de komende jaren. Dat betekent dat we een behoorlijk budget hebben. U bent 8 jaar voorzitter geweest van het Jeugdfonds Almelo. Hoe kijkt u op die periode terug? Nou, geweldig. Het is een periode geweest die begon van hoe gaan we doen? Wat moeten we eigenlijk doen? Dus we zijn gewoon in de diepe gesprongen om dit te bereiken. En als je kijkt dat je in de loop van de jaren iedere keer plus hebt gehad en nu 900 kinderen helpt eigenlijk met een extra stap in de toekomst te realiseren, een plus te geven, dan geeft dat een heel goed gevoel. Want juist deze kinderen die komen altijd een beetje in die situatie terecht dat er niks meer kan. En nu kan er in één keer meer wat erbij horen, is erbij zijn. Hè? Dus zo gauw je dus meedoet en allerlei dingen, hoor je ook weer bij de groep. En dat leidt ertoe dat kinderen ook beter op school presteren. En je ziet ook dat de toekomst dan ook beter gaat dan als je dat niet doet. Your eyes, your...
Ik ben wel 7 dagen in de week actief. Met name Huis van Katoen, MFA Centrum Doc en een klein stukje voor de partij. Meegedaan ook op de lijst bij de laatste verkiezingen. Net niet gelukt, nummer 9. Maar we houden de moed erin en we moeten er met elkaar weer tegenaan en wat van gaan maken. En vandaar dat ik mij ook beschikbaar heb gesteld voor het bestuur. Ik ben dus al langere tijd zonder jobs, hoef niet meer. En ik heb een hoop trammeland gehad met het bestuur van de Korsbol. En zo langsbrand dacht ik van, nou, dat ga ik wel anders doen. Dus dan gaan we in het bestuur zitten. Als jullie het goed vinden. Ja, we willen ook wel echt meer actiegericht politiek gaan voeren, zeg maar. Het echte PvdA-geluid in de raadzaal brengen. En dan ook vooral van de mensen wat op straat gebeurt, zeg maar. En hoe denkt u over samenwerking met andere linkse partijen? Nou, ik denk dat dat prima gaat, want we hebben al bij elkaar gezeten. En we zijn natuurlijk op heel veel punten, hebben we al, dat we daar wel overeenstemming hebben van over armoede en dat soort dingen. En op dat soort punten kun je heel goed samenwerken. En ik denk ook dat dat goed is om te doen. Dat je niet allemaal voor jezelf dingen gaat uitzoeken, maar als je samenwerkt kun je veel meer bereiken, denk ik. Ik heb niks tegen dat mensen gratis voedsel krijgen. Prima. Weggooien is ook niet wat. Maar waar het mij om ging, dat ik gezegd heb, iedereen die moet in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien. En dan moet je geen voedselbank oprichten. Dus en oprichten is één, heb ik gezegd. Maar waar ik vooral niet voor was, is dat die dan onderhouden wordt door de overheid. Nou, de overheid heeft in die 10 jaar van hun bestaan nog nooit iets bijgedragen. Ja, dat is heel triest. Ik weet ook dat de overheid er niks bij heeft gedaan. Kijk, we hebben destijds hadden we, en hebben we nog, daar hoor je weinig meer over. We hadden altijd de boodschappenmand, hebben we nog.
En daar was ik wel voorstander van. Waarom? Omdat die ook echt keken wat is er op dat moment nodig. Mensen kregen luiers als het nodig was en voor een bepaalde tijd en werd gezocht naar een oplossing. Ik zeg niet dat de voedselbank verkeerde dingen doet, helemaal niet, hoort u mij niet zeggen. Maar ik vind het is tegen al mijn beginselen om te zeggen van in Nederland hebben wij een voedselbank nodig. Laten we zorgen dat mensen een uitkering krijgen als ze geen werk meer hebben. Zodat het is het bestaansminimum. Ik weet dat daar wordt niks aan gedaan. Waarom niet? Omdat de voedselbank toch wel bijspringt. En mensen zouden hun uitkering op dat niveau moeten hebben. Zodat je zegt van daar kan ik me van redden. En er hoeft geen overdreven luxe te zijn. Maar je moet wel in je onderhoud kunnen voorzien. Je moet je kinderen te eten kunnen geven. Je moet ze kleren kunnen kopen. Nou. Het is een actie die een jaar of vijf geleden gestart is in Voorburg van onze collega vrienden van de Lions Club. En dat heeft zich na één jaar half landelijk uitgespreid en inmiddels is het een bijna landelijke actie geworden. En ondanks het feit dat we afgelopen jaar in maart eigenlijk de vorige actie hebben gehad, hebben we toch weer een pallet bij elkaar kunnen sparen met de hulp van al die mensen die hun punten gedoneerd hebben in plaats van ze zelf ergens voor te gebruiken. En ja, als je dan ziet welk doel het betreft, dan denk je van nou, dat is hartstikke mooi dat mensen elkaar dat kopje koffie gunnen, ook voor de mensen die het minder hebben. Het gaat nu om ongeveer 825 pakken van 425 gram. Vorig jaar hadden we er iets meer dan 1000, maar dat waren pakken van 250 gram. Dat is mede dankzij de gulheid van Douwe Egberts, die dus inderdaad de bio-koffie nu heeft ingezet in plaats van de kleinere gewone pakken. Dus dat is alleen maar een prachtige geste van Douwe Egberts. En wij zijn hartstikke blij dat we elke keer weer mensen in Wierde, in Tubbergen en in andere omliggende gemeenten van Almelo vinden. Die zeggen, zet hier maar een box neer, wij gaan meesparen. Dus eigenlijk is de boodschap ook van, we rekenen er min of meer op dat er ergens in de toekomst wel weer een actie gebeurt. Wij zijn er weer klaar voor en we hopen dat Almelo en omstreken weer mee gaat sparen. Het kunstwerk Quicksand van Frank Schiarone is een geschenk van de stichting Mijlpaal 91 aan de gemeente. Per vorm zijn deze twee bij elkaar horende beelden abstract. Toch lijkt duidelijk welke titel bij welk beeld hoort.